alles een beetje langzamer. We deden alles in een versnellingje lager. We zijn wat langer op plekjes gebleven. En we hebben aan het begin van de week heerlijke strandwandelingen gemaakt. Waarbij we ons echt verbaasd hebben over de kracht van de zee. Wij hadden op een gegeven moment een wildkampeerplekje aan de kust, aan een hele hoge klif. En we stonden daar, ik denk, nog geen uurtje. We waren wat foto's aan het maken. Toen ineens kwam er politie op ons af. En die stopte. Dus wij dachten van nou, shoot, we worden weggestuurd. Maar dat gebeurde niet. Integendeel, ze gingen met ons praten en ze vroegen of wij oké waren. Want de motorkap stond open, want de olie was op. Wij vroegen toen aan de politie hoe het toen zat wat betreft wildkamperen. Want wij staan natuurlijk heel vaak in het wild. En je hoort hele wisselende verhalen en de wet is natuurlijk ook veranderd wat betreft wildkamperen in Portugal. Dus wij vroegen aan de politie, hoe zit dat nou met dat wildkamperen? Mag je hier zomaar wild staan? En het waren hele vriendelijke, leuke gasten. En toen zeiden ze dat het dus toegestaan is zolang je er niet langer dan één nacht staat. Dus we hebben steeds, we zijn dus langs de kust, zijn we aan het afzakken. En steeds hebben we iedere nacht een nieuwe plek gevonden. Waar we dan steeds in het wild konden staan. Het was echt heel mooi, dus dan kom je echt wel op de mooiste plekjes. Dus we hebben nu een plekje gevonden waar we wat langer kunnen staan. Sinds we in Portugal zijn, staan we eigenlijk alleen maar aan de kust. En de golven waren steeds veel te hoog. Zo hoog dat we niet zelf konden surfen. En zo gedurende de week werden de golven steeds een beetje kleiner. En werden ze eigenlijk surfbaar voor ons. En dat is iets wat ik wel heel graag wil doen tijdens deze reis. Beter leren surfen en meer gaan surfen. Nou, we zijn nu 4 dagen, 5 dagen op dezelfde plek. En ik heb eigenlijk tot nu toe elke dag in het water gelegen. Superveel geleerd met surfen. Niet alleen de techniek van het surfen, maar ook het wereldje eromheen. De regels die je onderling hebt als er meerdere surfers in het water zijn. Hoe je kijkt naar de zee, wat de golven doen, dat soort dingen. Dus dat is wel echt ontzettend vet om te doen en te leren. Wij zaten te eten, toen kwam er een man op een fiets en je zag gewoon aan die fiets dat dat zijn huis was. Zijn tandenborstel hing aan zijn stuur. Hij had een soort fietskar achter waar een mand voor zijn hond op lag. Dus die hond die hij mee had, die kon op- en afstappen. En we raakten aan het praten. Uiteindelijk heeft hij een beetje met ons meegegeten. We hebben een biertje aangeboden en we hebben een avond naar zijn verhalen geluisterd. En dat was eigenlijk wel heel bijzonder, want deze man die is dus al 12 jaar aan het fietsen. En dat was wel echt heel erg bijzonder wat voor mensen je tegenkomt. Dat je dan op zo'n plek staat tussen allemaal van die relaxte mensen en mensen die allemaal een beetje wat alternatiever zijn of juist heel erg open-minded zijn. Dat ik er nu ineens open voor sta en dat ik juist heel geïnteresseerd ben naar iemand zijn verhalen.